het is altijd zo dat hij vorig jaar beter was. En volgend jaar nog beter. 8 maanden hard werk zit er in deze beat. Het doel is om de zwaarste van een Noordkop te maken. Ben je trots? Ja, hartstikke trots. Ja, en, het is toch wel weer goed gelukt. Maar eigenlijk gaat het om het samen in de modder werken. Lekker ouwe hoeren en gezellig met elkaar. Daar gaat het om. En die beat is eigenlijk ja, een beetje de rode draad. Maar voor de rest betekent het niet zoveel. Tenminste voor mij niet. Ja, ik ben ervoor dat het donker is. Uiteindelijk is het gezellig samen zijn en het de gezellige avondje samen, het slappe teuten over de bieten, dat is eigenlijk nog het mooiste. De voorpret is het mooiste. En volgende week bietenbal, nou, dan is het helemaal, helemaal een geslaagd jaar. Tijdens het bietenbal komen alle 400 tuinierders samen. Dan wordt de winnaar bekendgemaakt. Wat hoor ik nou? Ja. Nou, jij hebt de grootste, denk ik.